Jaarlijks wordt zo'n 1,6 miljoen ton hoogwaardige luchtvracht vervoerd via luchthaven Schiphol. Luchtvracht is voor veel bedrijven met een internationale waardeketen een essentiële verbinding naar hun leveranciers en klanten over de hele wereld. Omdat de vraag naar slots op Schiphol hoger is dan het aanbod, zijn slots voor vrachtvliegtuigen in de verdrukking gekomen. Daarom is het belangrijk dat er op korte termijn een vaste reservering op Schiphol voor vrachtvliegtuigen komt. Graag leggen we u in 4 minuten uit waarom dit belangrijk is, maar ook hoe dit volgens ons kan. Iedere dag worden grote hoeveelheden high-tech apparatuur, farmaceutische producten, medische apparaten, belangrijke reserveonderdelen en ook snel bederfelijke goederen door de lucht vervoerd. Halfproducten voor en door bedrijven en producten voor u, de consument. Ongeveer de helft van de luchtvracht wordt vervoerd in de laadruimte van passagiersvliegtuigen. We noemen dat bellyvracht. De andere helft wordt vervoerd in vrachtvliegtuigen. De aanwezigheid op Schiphol van die mix van luchtvrachtcapaciteit is belangrijk voor bedrijven. Want niet alle producten mogen of kunnen vervoerd worden in de belly van passagiersvliegtuigen. Omdat ze te groot zijn of omdat ze een speciale behandeling vragen, maar bepaalde producten mogen ook niet worden vervoerd in passagiersvliegtuigen. Denk bijvoorbeeld aan lithium-accu's. Nog geen 4% van de toestellen op Schiphol is een vrachtvliegtuig. De luchtvrachtketen op Schiphol is goed voor ruim 20% van de toegevoegde waarde van de luchthaven. Het gaat dus om een heel beperkt aantal vluchten. Daarmee is het segment luchtvracht het meest winstgevende vervoerssegment op de luchthaven. We hebben in Nederland te maken met een begrensde luchthavencapaciteit, omdat we met z'n allen bewust kiezen voor een gezonde balans tussen economie, leefbaarheid en milieu. De vraag naar capaciteit op de luchthaven zal daarmee altijd groter zijn dan het aanbod. Met de voorgestelde krimpvoorstellen voor Schiphol zal de capaciteit minder worden en daardoor ontstaan problemen voor vrachtvliegtuigen. Als we niets doen, dan loopt het segment vrachtvliegtuigen het risico van de luchthaven verdrongen te worden. Naar vliegvelden, vaak net over de grens. Deskundigen geven dit duidelijk aan in een bijlage bij de hoofdlijnenbrief van 24 juni aan de Tweede Kamer. Vrachtvliegtuigen zijn namelijk extra gevoelig voor het verlies van slots, omdat ze onregelmatiger vliegen dan passagiersvliegtuigen. Hierdoor kunnen ze moeilijker dan de meeste passagiersvliegtuigen voldoen aan de zogenaamde 80%-20% regel uit de Europese slotverordening. Als dit gebeurt, zal dit een aantal bedrijfssectoren in Nederland kunnen schaden. Bij toenemende schaarste moeten daarom keuzes gemaakt worden voor de vervoerstromen die belangrijk zijn voor Nederland. Dat is logisch. Zet daarom in op het beschermen van luchtvrachtstromen die voor bedrijven en het vestigingsklimaat zo belangrijk zijn. Wij vragen u dan ook om expliciet een keuze te maken voor luchtvracht en het kabinet op te roepen om specifiek ruimte voor vrachtvliegtuigen op Schiphol te reserveren. De Tweede Kamer deed die oproep ook al eerder. Er wordt namelijk al jaren gesproken over modernisering van de Europese slotregelgeving. Nederland zet daarbij in op duurzaamheid, netwerkkwaliteit en het belang van de luchtvracht. De aanpassing laat echter te lang op zich wachten en het kan nog jaren gaan duren. Er moet daarom nu een manier worden gevonden om ruimte voor vrachtvliegtuigen op Schiphol te beschermen. We moeten daarom niet langer blind staren op het tekort aan capaciteit, maar we moeten selectief durven zijn. Durven differentiëren om zo voor Nederland belangrijke vervoerstromen te beschermen. En dat kan volgens ons. Want ondanks dat de Europese slotverordening maar weinig sturingsmiddelen biedt aan lidstaten, kan Schiphol op een niet-discriminerende manier een reservering voor het subsegment vrachtvliegtuigen maken in haar capaciteitsdeclaratie. Dit is een kansrijke route waarmee Nederland zelf kan bepalen hoe we de beperkte capaciteit op Schiphol inzetten. 96% voor passagiers, voor zakenreizigers, overstappers en vakantiegangers, maar ook 4% voor luchtvracht, ten behoeve van onze economie en het vestigingsklimaat. Dank voor uw aandacht. Air Cargo Netherlands, the voice of the Dutch air cargo industry.